de drie pijlers van SEO, techniek, content en autoriteit. Het effect wat een goede SEO-strategie kan hebben op je organisatie wordt wel onderschat. Hoe zorg je ervoor dat je goed gevonden wordt op Google? 5 tips van iemand die het kan weten. De CEO van SDIM, een full-service online marketingbureau uit Haarlem. Hij is hier, Pieter Borst. Pieter, van harte welkom. Dankjewel. De eerste tip die je mee hebt genomen is bepaalde juiste doelstellingen. Ja. Vertel. Nou, eigenlijk nog breder ook hè, zorg dat je je verwachtingen goed op orde hebt. Ja. SEO is een traject wat van de lange adem. En je moet wel weten van wat wil ik er eigenlijk mee bereiken. Kijk, als jouw doelstelling is ik wil morgen op 1 staan op 1 keyword, dan is dat misschien helemaal niet realistisch en ook helemaal niet haalbaar. Misschien, of is dat überhaupt niet realistisch? Nou, eigenlijk, laten we gewoon zeggen dat niet haalbaar is. Nee, dus wat je wil, is je wil duidelijk, helder voor ogen hebben van oké, ik ga SEO doen. Waarom ga ik dat doen? Nou, betere vindbaarheid, maar uiteindelijk onderaan de streep gewoon meer resultaat. Hey, dit breng in kaart waar de grootste kansen liggen. Wat bedoel je daarmee? Eigenlijk is analyse is de basis van een succesvolle SEO-strategie. Dus als je begint, sta je misschien nog op 0. En vaak is dan de gedachte, oké, ja, dan ga ik maar mijn metadata optimaliseren. En dat is op zich goed. Alleen voor hetzelfde geld is jouw website technisch zo slecht. Of wordt die niet goed geïndexeerd? Is de snelheid, de laadsnelheid niet goed? Is de opbouw van de code zelfs? Kan je nog van alles aan verbeteren. Nou, dan moet je daar eigenlijk eerst mee aan de slag. Of in ieder geval ook mee aan de slag. Mm. En dat weet je pas als je daarnaar hebt gekeken. Dus we zien best wel vaak dat vanuit de vraag iets komt van, nou, hey, moet ik daar pagina's over gaan schrijven? En dan blijkt dat de website daar zelfs op technisch niveau zodanig niet is. Dat je ook gewoon helemaal niet kunt. Ja, je kunt helemaal geen content gaan produceren of gaan uitbreiden. Ja. Dat is gewoon nog niet goed genoeg. En dan moet je misschien wel naar een ander CMS. Ja, dat zou zomaar kunnen. Geef het prio. Gebeurt dat te weinig? Is het te veel een ongeschoven kindje nog steeds? Nou, wel een stuk minder dan voorheen. Yeah. Maar het effect wat een goede SEO-strategie kan hebben op je organisatie wordt wel onderschat. Hè, dus en wat bedoel je met geef het prio? Nou, dat is een beetje terugkomend ook op echt die doelstelling goed op orde hebben. Weten waar je moet beginnen en goeie waar analyse, je naartoe wil werken. Ja. Dan moet je daarna ook wel aan de slag. En dan is alleen het verbeteren van een paar pagina's is niet genoeg. We hebben er nog 2. Ga data gedreven te werk. Ja, het is data rules, hè? Ja. Jullie types houden daarvan, hè? Het is een beetje een open deur misschien. Nou ja, maar ik bedoel, ik ben er heel slecht in. Maar het is, het is wel de kern, hè? Om het gewoon goed te doen. Ja, uiteindelijk wel. Want je wil, je zegt het net al met advertising. Dat is wat makkelijker te verkopen. Omdat je heel duidelijk kan aangeven. Je gooit er een euro in, je krijgt er 5 euro uit. Nou, dat is met SEO al een stuk lastiger. Maar juist daarom moet je dat dus ook goed doen. Dus weet waar je doelgroep op zoekt. Dus ook een technisch rapport. Weet waar je in laadsnelheid of wat dan ook kan verbeteren. Mm-hmm. Maar als je dat op orde hebt, dan kun je ook daarna gaan meten wat het resultaat daarop is. En dus als je weet op welke onderwerpen jouw doelgroep veel zoekt, dat is leuk. Dan heb je de zoekvolumes in kaart. Maar daarna moet je ook gaan kijken hoeveel concurrentie zit daar dan op. En is het dan nog wel zo interessant om daarop te gaan focussen? Of Precies. Moet je juist net op die ene groep zoektermen gaan zitten waar iets minder concurrentie op zit? Zit daar een gat in de markt? Ja. Dat gaat erom. Dat heeft weer te maken met je eigen verwachtingen. En dus focus op dat prioriteit geven. En zorg dat je bezig bent met over een jaar. Ik ga er nu een jaar daar heel veel tijd en energie in steken. Nou, ik heb mijn doelstellingen op orde. Ik weet wat ik kan verwachten. Ik heb een analyse gemaakt waar mijn kansen liggen. Nou, nu gaan we aan de slag. En zo gaan we het doen. En een jaar is dan helemaal geen gek tijdsbestek, zeg maar. Nee, ja, je kan na een half jaar kun je natuurlijk ook al een hoop zeggen. Ja. Maar ik zou dat er gewoon altijd wel voor inruimen. En in ieder geval niet binnen 2 maanden iets
iets heel bijzonders willen verwachten. Het gebeurt wel, het kan wel, maar die kans is gewoon zo klein. Bonusje, het afbreekrisico, dat is denk ik wel een goeie. Ja. Sommige mensen die denken natuurlijk van, ja, weet je, ik wil dit nou eens goed aanpakken. En ik heb die oude site van mij op een mooie domeinnaam, maar die draait al 20 jaar. Ja. En weet je wat, die gooien we zo alle weg en dan gaan we lekker migreren en dan een nieuw websiteje. Niet zomaar doen, hè? Nee, is niet handig. Want? Nou ja, we worden regelmatig wel gebeld, ook door eigenlijk pas achteraf. Dus een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik ben net verhuisd en ik zie in één keer dat mijn verkeer terugloopt. Ja. Ja, dan inmiddels ben je al niet meer verbaasd als je dat hoort. Maar dat komt omdat je hebt een website van domein A. Ja. En daar hangen. En je hoeft nog niet eens van domein te veranderen. Het kan ook zijn dat jij gewoon alles achter je hoofddomein, al die pagina's allemaal anders gaat noemen. Nou, dat betekent al dat dus alle pagina's die voorheen verkeer realiseerden en die ook autoriteit hebben opgebouwd bij Google, die staan in één keer ergens anders. Ja. Nou, als jij dat kan ik jou nu vertellen, maar je moet het ook aan een robot uitleggen. Ja. En een robot die snapt alleen als dat gewoon via allerlei redirect codes, noemen ze dat dan, heel duidelijk wordt aangegeven. Dit is deze pagina, dat wordt nu deze. Maar draagt de autoriteit over, zeg maar dan. Ja, maar dat moet je echt bewust doen. Dat moet je heel bewust doen. Ja. En dan moet je ook geen, ook weer hier, geen halve maatregelen. Niet, ik laat het wel even uitzoeken door mijn webbouwer. En dan die zegt dat het goed is. Nee, zorg dat je het echt gecheckt hebt. Of die het ook helemaal goed doet. Want anders dan is de kans dat je echt misschien wel 50, 60, 70% van je organische verkeer verliest, is gewoon heel groot.